Straks gaan de piwis kijken wat beter rijdt, slaolie of frituurvet. En ze deinzen vanzelfsprekend niet terug voor het stressafladende piwi-therapie. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je met 110 km per uur tegen een paar pellets op rijdt? Jongens, ik schrok ervan hoe hoog je ging. Ja. Dit is ons Brabantse land. Ons land van boerderijen en schone lucht. En van de piwis! De Crash Test Peewees is een raceteam van het ruige soort. De Peewees is een slag apart. Ruwe monsters, vlakke pitten. De Peewees hebben zo'n eigen kijk op dingen. En hebben besloten om grote problemen van de wereld te lijf te gaan. Niet zomaar, maar op zijn Peewees. Hoe je het ook bekijkt, autorijden hoort erbij. Peter en Berry komen samen op de sloop om een beetje aan sport te doen. Hey, jongen. Alles goed? Een piwi ziet je niet in de sportschool. Maar in een auto wil het misschien nog wel lukken. Je moet uw frituurvet zelf ook verbranden natuurlijk. Wat gaan we doen? Sportauto bouwen. Goed voor jou, buikje, jongen. Ja. Moet jij zeggen met je buikje. Ik zal wel rijden, dan kun jij fitnessen. Dan heb ik een ander idee. Dan ga ik daar met die snowboard, die hang ik aan het touw. En dan ga ik rijden en dan ga jij erachter hangen. Ja, kom op, sluipen. Laat zien dat je een pier bent, man. Deze? Oh ja? Hierin? Perfect. Hey, jongen, nou horen ze dadelijk, Berry. Kan die ook eens trainen? Dan, hè? Kijk eens, jongens, ideaal. Wow. We gaan ons omkleden, Berry. Ja, is goed. We gaan sporten. Laten we hier een pulsje gaan pakken. Proost! Knallen maar! Berry, jouw beurt? Ja, kom maar. Nou, het is wel makkelijk qua bouwen, hè? Ben je er klaar voor? Kom maar op. Let's do it. Alles vast. Perfect. Ja? Ja. Gaan we nog verder? Nee. Nee? Ons man houdt van een schone wereld. Wil ze dan ook een hybride wagentje? Ik wil een hybride auto als die net zoveel kan als mijn BMW. Want dat vind ik gewoon goed. We zullen toch iets voor onze kinderen moeten overlaten. Dat die het straks ook nog het nodige kunnen racen natuurlijk. Net als zonne-energie wat die jonge studenten allemaal mee bezig zijn. Nou, dat lijkt me wel iets. En de zon is gratis, dus ja, we zullen toch die kant in moeten. En misschien ook nog wel slaolie of iets van die bloemen die ze nou weer, de zaad, dat ze daar iets mee willen gaan doen. Mooi gezegd, moeders. Tadadadada, de piwi-test. De wereld kan met een fossiel brandstoftekort. Piwis onderzoeken alternatieve brandstoffen en gaan rijden op slaolie en frituurvet. In test 1 gaat Piwi Mark racen op olie en vet. In test 2 gaat de tweewagentjes een tuikje trekken. En in de derde test springt Wagenhalspetertje over een schans om te kijken welke brandstof verder springt, frituurvet of slaolie.
aan de slag. Nou, jou allemaal niet zo leuk. En dit is Petertje. Voor de duivelse moer niet bang en gek frikadellen speciaal. Dit is Mark. Komt vandaag eens niet voor zijn partijtje zwarma, maar heeft een gekke vraag voor Polly van der Molen. Hebben we ons maar afgewerkt frituurvet? Afgewerkt frituurvet? Ja. Moeten we dat even doen, man? Ja, even iets proberen. Een auto op laten lopen. Een auto op laten lopen? Ja, die dieselprijs van tegenwoordig is veel te duur. En dat gaat lukken, denk ik. Gaan we in ieder geval proberen. Oké, ja, dat heb ik wel. Ja, mooi. Ik heb daar de olie staan. Dus, mooi. Trekt die ja, goed? Ja, dat is goeie. Een rietje. Prachtig mooie zuivere biobrandstof. Ik heb het begrepen. Moet daar zo. Nou, ik wel. Nou mannen, succes ermee. Ja, heel erg bedankt. Hè. En, ik weet het wel of het werkt ja of nee. Ja, zoals ik al zei, misschien hebben we wel een goudmaatje. Ja, is goed. Even je tank bij de bolhoed, op naar de test. Dit zijn twee identieke wagentjes waar de Piwis mee gaan experimenteren. Twee keer een standaard Golfje diesel 1600 cc, al bij bouwjaar 1990. Wat gaan we nou? Nou, eentje op slaolie. Dan deze of dan die? Die is al vet. Dus Die wordt de frituur uit. En die is al vet op zich, hè, want die heeft dikke bump, jongen. Naar zijn moeders met een brandstof. Waarom moet je daar zo'n vissen halen? Ja, moederske, dat is. We gaan kokkerellen. Geef maar. Oké. Okay. Je gaat weer iets uitspoken natuurlijk. Wij doen nooit niks. Het zal niet zo erg zijn dit keer hoor. Nee? Nee, dit keer houden we ons in. Ja. Milieubewust zeker? Heel milieubewust. Ja, we gaan testen. We gaan kijken wat het beste is. Voor ja, maar het is hartstikke druk. Dus je gaat nou niet racen hier hè? Nee, dan wordt hij niet geraced. Hé, hey, hoe is het met jou, jongen? Ja, ik zag stukken frikandel zitten. Ik denk dat we hem toch eventjes moeten zeven, joh. Om frituurvet geschikt te maken voor verbranding in de motor, moet het eerst zorgvuldig gezuiverd worden. Dus gaan we frikandel. Ik denk dat we moeten zorgen dat de auto's allebei half vol zitten. Een beetje eerlijk, hè? 20 zuivere liters patatolie gaan in de tank waar al precies 20 liter diesel in zit. Diesel helpt het vet straks bij het vlammen in de motor, zodat het wagentje mooi wil starten. Ja, we lopen duidelijk op diesel van de tank. Ja, vind je kennen zo'n frietent lucht, kennen wel, hè? Ja. Ik ga er honger van als ik achter deze auto bestaat in de file, denk. Het eerste motortje loopt als een zonnetje. Op frikandellenvet. Zo eens kijken of dat ook wil op de slaolie. Ja. Ook bij dit wagentje mengen de Piwis hun biobrandstof met diesel in de uiterst nauwkeurige verhouding 1 staat tot 1. Oh, hij zit vol, En wat denk jij? Wil een wagentje lopen op het slaoliespul? Ja, hij loopt. Helemaal hij start, hè? Loopt goed, hè? Hij loopt goed, hè? Ja, half vol gooit met diesel, de andere helft slaolie. Ja. Staat te lopen. Loopt een zonneke. Deze ook half vol met diesel, de rest met frituurvet, vloeibaar. Loopt ook. Tijd om te testen. Daar is Kale Peter, scheidsrechter der Piwis. Hij zal de winnaar gaan aanwijzen. Slaolie of krokettenvet. In de eerste test gaat Mark kijken wat sneller is. Het industrieterrein dient als circuit. Niks is bewezen totdat je ermee kan racen. De eerste beurt is aan de brandstof waar de Piwis graag een bamischijf in opwarmt. Het frituurvet. Ja, een geurtje, 35 seconden.
vrij goed, denk ik, of niet? Ja, ik heb wat snellere auto's gezien als ik eerlijk ben. Nou, ik ben benieuwd. Kijk wat die andere doet. Deze 37. Deze is gewoon langzaam. En terwijl ik toch ik zei het. Het is duidelijk. Frituurwet, die heeft de eerste test gewonnen. Ben benieuwd. Op naar touwtrekking. Nu gaan de Piwi auto touw trekken om te testen welke olie de meeste kracht levert. Frituurwet is toch krachtiger dan slaolie, mannen? Ja, jongen, hij rookt me uit met zijn frituurwet. Hij heeft me gewoon uitgekend. Ja, uit. Op naar de laatste test. Zo, het frituurwet komt als sterkste uit de bus. Dit wordt spannend. Straks gaan we zien hoe ver dat je kunt springen met een golfje dat rijdt op vettigheid. We zijn bij Kale Peter thuis. Piwi William komt even op bezoek om oude koeien uit de sloot te halen. William is Piwi van het allereerste uur en de naamgever van de raceclub, de Wies van William. En dit is Kale Peter, oprichter nummer 2, de P van Piwi. Ik werd gezeten of zo. Ja, hand kapot. Ik ben al een beetje aan het rommelen in het schicht, hè. Het heeft Piwi tijd niet gehaald. Nee. Ja, is ook voor te klein. Ze nemen een kijkje in het allereerste Piwi clubhuis. Ja. We hebben mooie tijden meegemaakt, die vrijdagavonden. Vrijdagavonden vooral, ja. Ja, we kwamen om 19:30 hier, we verzamelden. Er was voor de verdere rest ook hier niks te doen. Dus dan dat is het ook natuurlijk. Ik bedoel, mijn jeugd moet vermaakt worden. En als jeugd niet vermaakt wordt, dan gaan ze de straat op. En als je dan zoiets hebt, ja, vermaken ze er eigenlijk wel. Dat is ook zo. Ja, je hoort het. In Piwiland was vroeger alles beter. Peter woont nu bij zijn moeder, al waar het Nationale Piwi Museum is gevestigd. Deze piwis op leeftijd raken maar niet uitgepraat over die goede oude tijd. Nu zijn ze een paar jaartje verder en een paar pondjes rijker. Ja, met die piwi naam die we daar naartoe gingen in het begin, ja, stelden we dat natuurlijk niks voor, want niemand kende het. Nee, helemaal niks. En toen zijn we ook bezig gegaan om het toch een beetje aan te kleden. En een mooie logo hebben ze toen gemaakt. En ja, toen werd het ook echt Piwi. Dus eerst waren wij wel aan het rijden als tweede. Hij noemde ons Piwi. Ja, maar de rest, ja, Piwi, die snapte het niet. Oh, hier heb ik. Met lange haar nog, zeg. Zo. Dat zag eruit. Dan zie je er nou toch een beetje anders uit. Ja, toch wel voor volwassenen. Ja. En een beetje ouder ook eigenlijk wel. Ja, een beetje gezetter. Ja, ik ben gewoon eigenlijk gestopt met racen. Eén, ik was geen talent, daar ben ik gewoon eerlijk in. En ik heb twee linkse handen. Nou, nee. Je bent wel Piwi voor het leven, dat is één ding wat zeker is. Dat is zeker. Ik bedoel, dat gevoel gaat er nooit meer uit. Nou ja, kijk, de nieuwkomers, er zit gewoon nog een hele hoop talentjes tussen. Ja, zeker. We schrikken er ooit van. Ja. Hoe wij dan vroeger bezig waren, we reden in het begin als leek over de baan. Als we het plezier niet hadden gehad, dan hadden we nooit zo ver gegaan. Want daar is het hem eigenlijk. Het beslissende moment is daar. De Piwi's bouwen een springschans en we gaan zien hoe ver je kunt springen op olie en vet. Kale Peter heeft hoge verwachtingen. Het telt helemaal tot 12 meter. Dan moet ze kunnen halen, denkt hij. Ongeveer 6 keer de eigen lengte van het wagentje. Dat is wel erg veel. Een boom niet gevaarlijk.
Dat moet ik nog zien gebeuren. Heren, laatste test. We gaan springen over de schans heen. Ik dacht al zoiets. Dus slaolie, frituurvet. Waar komt het vet? Ja, wat het verste komt, dat is dus de vraag. We hebben alvast de meters gemaakt. Dus ik ben benieuwd. Dat is mooi. Gordel, helm. Is dat nodig? Dat is nodig, ja. Wel deze kant instappen, Flaprol. Heb je? Deze kant instappen. Ja, de beurt is eerst aan slaolie. Daredevil Petertje gaat achter het stuur. En dan gebeurt er iets, want zelfs een biwi versteld doet staan. Ik ben misschien wel stom om langs jou te zitten, maar zo stom ben ik nou ook weer niet. Na de reclame leg je de biwi uit wat ze vinden van pannetjes en pak de biwi-test onverwacht heftig uit. En goed opletten, hè, mannen. Niet dat we de ziekenwagen erbij moeten halen. Het grote moment is aangebroken. Petertje en Mark gaan een levensgevaarlijke test doen. Hoe ver kun je springen op frituurvet? Niemand verwacht dat Petertje rustig aan zal doen. Wat nu gebeurt is ongekend. Het is Peewee geschiedenis. Gaat nog maar net goed allemaal. Kale Peter is bezorgd. Alles goed? Ja. Hey. Ja, hij doet het niet meer. Ja. Hij is afhouden. Afhouden. Peter. Een nieuw recordje, hè? Dat is mijn nieuw recordje. Ik schrok ervan hoe hoog je ging. Ik schrok er ook van. Dus. Wat een mooi klap, maar ik kom niet. Maar ik... Ja, dat was een goeie. Deze heeft slaolie sowieso gewonnen, denk ik. Nou ja, we moeten nog. Ja, we moeten nog een keer. Dus je stapt er nog wel een keer in, hè. Wow. Kale Peter kan het nauwelijks geloven. Hij dacht een hooguit 12 meter. Maar deze piebies springen een kamikaze record. Het gaat Kale Peter te ver. Hij grijpt in. Ben benieuwd de volgende sprong moet anders. Nou jongens. Sprong 2 gaan maken. Met frituurvet. Dat gaat gewoon verder. Jij gaat alleen. Jij gaat niet meer mee. Wat is er voor... Veiligheid voor alles. Er zit een stempel in. Maar hij heeft een 3-puntsgordel en is toch te link. Dat is wel duidelijk. Naar het verhaal van net, of niet? Tja, zullen we eens laten zien hoe het moet. Deze gaat gewoon verder, die heeft al 2 onderdelen gewonnen. Wow. Wat gaat de frituurvet doen? Ja, heerlijk gespul dat tot nog toe alles won. Petertje geeft gewoon je plankgas. Duidelijk een stukje minder ver dan slaolie. Was hij goed? Je hebt de raam verloren, joh. Je hebt de raam verloren. Ja, alles goed. Okay. Alles is weer... Gaat er... Nou. Het was minder ver volgens mij. Ja, een stuk minder. Nee, daar ben ik van overtuigd. Maar deze auto ligt minder. Nou, dat er gewoon bij kunnen blijven zitten, maar... Ja. Nou, ik had het niet verwacht. 2 onderdelen wint hij. En dit? Dit verliest hij. Dit is dan wel weer raar. Ik hoor dat iemand zingen. Kijk eens. Hier is een lekker wat. Verder als ik dacht, jongens. 13,5 meter. Ah, toch niet onaardig. Niet onaardig. Niet onaardig, maar geen 19. Geen 19 meter. 19 meter slaan. 13,5 meter frituurvet. Slaan je deze item gewonnen? Zeker. Ja. Dus slaolie wintersprong. Maar de frituur is de snelste.
geweest. Maakt niet uit dat die slaolie niet ligt, dat is het probleem dan niet. En die was ook het sterkste. Dat was duidelijk. Ja, duidelijk. Het was een heel gevecht. Conclusie? Frituur. Meer naar de frietent gaan. We gaan op de kroeg in. Terwijl de jongens nagenieten van een dag vol piwi adrenaline in frituurwalmen, gaan wij naar de conclusie. Conclusie. In de race won Frituurvet met maar liefst 2 seconden. En ook tijdens het touwtrekken bleek het de krachtpatser te zijn. Dan neem niet weg dat je met slaolie te vogels uit de lucht springen. Dus, de mensheid moet maar gaan automobileren op frituurvet, terwijl je het schanspringen beter kan doen op een tankje vol met zuivere slaolie. Opgelost aan fossiele brandstoftekort. Welkom op de Piwi-spelen. De Piwi's gaan vandaag wild opwerpen, aanlegas stoten, uitlaatpijp slingeren en achteras drukken. Het is namelijk een prachtige dag om de beentjes te strekken en de Piwi moet ook af van zijn fitpack. Slechts allemaal een warming-up voor de nationale PB-sport, het panda-mappen. Oftewel, welk team krijgt het wagenke in een paar minuten het kleinst gemapt? Mannen! Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan panda-mappen. Team voor team. 5 minuten gewoon als een dolle heel die panda plat slaan. Eerst team A, daarna team B. En wie hem het verste in elkaar heeft, die heeft gewonnen. Oké? Okay? Mooi. Dat is goed. Mogen we beginnen? Ja, even wachten. Even met de tuin erbij. Zijn jullie er klaar voor? Knallen we! Kom op! Jongens, dat hoe het andere team gaat doen. Hey mannen, succes! Nou hey. Jongens, jullie hebben gezien hoe het moet. Dus ik, zijn jullie er klaar voor? Ja! Dan kunnen jullie je pannen in elkaar gaan mappen. En laat zien dat je het kunt, hè? Ja, succes mannen! Oké, okay? Nou, ja. Up, klaar voor de start. Knallen! Helemaal niks. Weg jullie, hoor. Met de vrouw hoe een panda moet behandelen. Peters geduld is op en hij stapt uit zijn objectieve scheidsrechtersrol. Alle frustratie die er in deze piebeschuil gaat, komt ineens naar boven. De altijd gemoedelijke scheidsrechter laat je helemaal los op die kleine panda. Want ach, zo doen wij dat. Zo zijn ons piebi. Wij uiten ons gevoelens op een eerlijke manier. Dat mogen zijn, jongens. Ja, en de winnaar is duidelijk, denk ik. Hè? Het was weer een mooie dag in Piwiland. Hier gaat alles volgens de Piwi Way of Life. Volgende week gaan de Piwi's helemaal los in de Brabantse Piwi Trophy en stoeien zij met de verschillen tussen klein en groot. Dakken.